Ja, met een nederlaag zou ik ook niet blij zijn als trainer. En ja, de trainer van Scherpenzeel die is hier niet bij. Ik zit hier met Lucas Hoekman samen. We zijn erbij gaan zitten, dus het wordt een conference à deux. Want Dirk Peters van Ton, de trainer van Scherpenzeel, was geschorst. Zat voor ons op de tribune. Maar zijn assistent, Teunis Wenneker, die had er geen behoefte aan om na te praten over deze wedstrijd. Dus gaan wij alleen napraten met Lucas Hoekman. Lucas, vier wedstrijden ongeslagen onder jouw leiding. Ja. Vier wedstrijden, 8 punten. Met zo'n gemiddelde word je normaal kampioen, hè? Ja, maar dan bekijk je het van de andere kant. Ja, dat is helaas niet het geval. Ja, maar kijk maar, 26 wedstrijden keer 2, dan zit je op 52. Nou, hebben ze al 52 punten in de competitie? Geloof ik niet, toch? Dik advocaat. Hebben ze het wel eens over, maar goed, laten we eens even kijken naar de wedstrijd van vanmiddag. Nusveen begon erg slap. Ten, ik zat je net een beetje te staan, maar dat vind je niet. Nee hoor. Ja, we begonnen vreselijk slap. En als ik dan later zie hoe we ons dan toch weer in de wedstrijd voetballen, ineens wou iedereen dan toch weer de bal hebben en konden we pressie uitoefenen op de tegenstander. Want dit was toch wel een hele linker tegenstander. We hadden van tevoren even bekeken, ze hadden in 10 uitwedstrijden 22 goals gemaakt. Dus dat is ook een kampioensgemiddelde hoor. En dat kon je ook wel zien, in de eindfase hadden ze een paar hele goede voetballers. Dus onze bedoeling was om ze zo ver mogelijk van de goal te houden. En dat is het grootste deel van de wedstrijd ook wel gelukt. Ja, die waren er steeds, hè? Die Sehar en Haartsen. De twee mensen ook van de doelpunten van Scherpenzeel. Ze waren er elke keer op de posities waar jullie ze eigenlijk niet wilden hebben. Nou ja, kijk, ze gaan bewegen, dus ze komen altijd op posities. Dat is de kunst, dat je zo'n positie kiest, dat het lastig is. Maar dat waren gewoon momenten, je kan niet 100% 90 minuten druk geven. Kijk, vanuit die pressie scoren we onze gelijkmakers. We namen twee keer de aanval over, de 1-1 en ook de 2-1 ontstond omdat Enes uitstekend druk zette en in de omschakeling kwam die goal te staan. Ja, dan moet je eigenlijk natuurlijk de 2-1 de rust intrekken. Dan mag het niet zo zijn dat je alsnog voor rust een tweede tegentreffer moet incasseren. Dat was onoplettendheid. Ja, en dan moet je de kop even bij elkaar. En het geloof was er wel dat het kon. En dat was heel belangrijk. En daar hebben we voortgeduurd. En ik vond de tweede helft, eerste deel, tweede helft, vond ik prima. Ja, die 2-2 nog eventjes op slag voor rust. Ook een vervelend moment natuurlijk, zo vlak voor rust. Hè? Ja, dat zeggen dan, we moesten wel even de koppen bij elkaar steken. En even door die teleurstelling heen. Maar het gevoel was er dat er nog meer goals gemaakt konden worden. Die kwamen er ook. Het wordt dan redelijk snel wordt het 4-2. Maar dan begint het achterin, hè? Dan wordt het toch wel de spanning die terugkeren. Ja, het was spannender dan het misschien echt was, maar ze hebben natuurlijk veel kwaliteit voorin. Dus Andrew die moest korter op die grote kerel. Ik ben zijn naam even kwijt, maar in ieder geval. Die nummer 9. Ja, en Sehar. Dat deed hij toch wel. In de meeste gevallen deed hij dat goed. Ja, die is 19 jaar en ik denk dat hij 30 is. Hij is net iets slimmer. Maar nogmaals, we zijn heel tevreden op de manier waarop Andrew de tweede helft deed in de persoonlijke duels tegen deze spits. Belangrijke 3 punten opnieuw. Ja, heerlijke 3 punten. Mooie paasdagen, mooi weer, belangrijk christelijk feest en dan ook nog 3 punten. Dan gaan we goed. Dus wat dat betreft kan het niet kapot. Nee. Ik denk dat ik vanavond even ga genieten. Dat zou ik zeker doen, maar als we eventjes kijken naar de komende wegen dan nog. Nu 4 punten voorsprong inmiddels op DZC, dat speelt gelijk vanmiddag. Dronten speelt gelijk vanmiddag, dus die voorsprong is allemaal 2 punten groter geworden wat dat betreft. Maar over 3 weken wacht ASV Dronten. Hoe belangrijk zijn die wedstrijden nu de komende weken? Hè? Want eerst Dronten uit en dan Enter thuis. Er zijn 2 ploegen die onder jullie staan. Nou ja, die zijn niet belangrijker als de eerste wedstrijden die we nu gespeeld hebben met elkaar. De druk ligt eronder. En wij gaan ook niet rekenen, we doen niet aan wiskunde in dit geval per wedstrijd. En we hebben gezien, als ons elftal met een hoge intensiteit speelt, dat ze goed kunnen voetballen. En dat vertrouwen heb ik er ook in de komende weken. Het is eigenlijk jammer dat we nou 2 weken niet spelen. Want je hebt toch een bepaalde flow en ritme. Ja, die moet je niet zien vast te houden door goed te trainen. Maar waarom kan dat nu wel? Wat is er gebeurd in die tussentijd dat Lucas Hoekman nu aan het roer staat? Nou, ik denk dat dat een vraag is, die moet je maar een keer aan de jongen stellen. Nee, daar kan je ook antwoord op geven. Nee, want ik doe het op de manier zoals ik altijd trainer geweest ben. En
Ja, dat is de manier die hoort bij hoe ik als voetballer vroeger was. En de speelwijze die ik ook pretendeer, dat is pressie naar voren, veel balbezit, kort bij elkaar. En als je dat beter doet dan een tegenstander, dan win je de wedstrijden. Maar wat voor invloed heb je op Marnix Tissing, die in twee wedstrijden vier keer scoort? Het is heel lang geleden dat die gescoord heeft. Ja, waarschijnlijk heb ik er invloed op. Maar kijk, je pakt nu maar niks eruit. Maar iedereen heeft vandaag weer gewoon bovengemiddeld goed gepresteerd. En ja, met een gevoel van trots gewoon. Jongens, we pakken in vier wedstrijden 8 punten. Dan stond deze ploeg gewoon te laag voor de kwaliteit die erin zit. En breng je nog steeds vis mee op donderdagavond? Ja, dat, maar goed, ik heb er geen moeite mee. Winnen is vis. Is alleen winnen vis of is een punt vis? Nee, niet te makkelijk. Winnen is vis. Oké. Volgende week is het Koningsdag, volgende week zaterdag. Over 2 weken speel je nog een oefenwedstrijd uit bij Woudenberg. Ja, dat ben ik er zelf niet. Dan zit ik met mijn familie een weekendje op Ameland, dat was besproken. En die jongens gaan lekker met Bert en met Mitchell naar Woudenberg. Dan moeten ook de jongens, en die zijn ook heel belangrijk, want ik weet niet of je zag wat we op de bank hadden vandaag. Kijk, als de bank zo sterk is als de bank vandaag, dan staat er ook een sterk elftal. Er waren heel veel plekken bezet op de bank zelfs, en dat is ook wel eens anders geweest. Nou, dat is wel mooi. Ik bedoel, jongens, kijk, als je 7 keer achter elkaar verliest, dan duurt een pijntje langer. Als dat je ineens met 4-3 wint, dan wil iedereen er weer bij zijn. Ook als je pijn hebt. Ja. Maar die komende 2 wedstrijden, hè, Dronten uit en te thuis, dat zijn de belangrijkste. Want je wil het niet in die laatste wedstrijd tegen KSC nog moeten beslissen. De eerstvolgende wedstrijd is de belangrijkste wedstrijd. Dat is altijd zo natuurlijk. We kijken niet verder. We kijken van wedstrijd naar wedstrijd. Jawel, maar je mag in deze fase best wel iets verder vooruit kijken. En dan kijk ik toch eventjes naar KSC. Dat is altijd een hele lastige tegenstander. Door. Ja, dat zal zo zijn. Ik weet het niet. Ik heb de historie niet nagekeken met KHC. KHC is gewoon een club die het heel verdienstelijk doet. En zich toch elk jaar goed handhaaft in de eerste klasse. Dat is heel knap. En dat zal best een lastige wedstrijd zijn, maar daar ben ik nog niet mee bezig. We gaan nu bezig met ons voorbereiden op Dronten. Eerst genieten van die 3 punten van vandaag. Ook. Ja, dankjewel. En fijne paasweekend. Goed, dat was het uit het businesshoofdvereniging. Napraten over de wedstrijd, dus met Scherpenzeel. Dus met Wintien vanmiddag 4-2.